En mijn vriendin moet niet zo zaniken dat ik af en toe mijn neus in een andere snede hou. Ik onderhoud het kring toch ook nog? Ja, nou ja, en... ja, precies. Nee, dat zit het in elkaar. Wees blij dat jij gewoon een gezonde appetijt hebt, Jan. Zo is het. Een gezonde appetijt. Liefst met een ordinaire meid. Andere vraag. Shari. Ja, en dan moeten we terug naar vorige week. Normaal een feestelijk begin. Maar nu echt... Eerst dacht ik, het is wel grappig. Maar... Goed, op een gegeven moment als het echt niet meer grappig is en het iemand privé raakt, is het misschien pijnlijk. Ik laat het woord aan jou. Anders heb ik het weer gedaan. Ja, je hebt het ook gedaan. Kijk, laten we eerlijk zijn. Dit programma beïnvloedt vaak je privéleven. Ja, dat kan ik over meespreken. Daar weet jij alles van. Misschien dat de kijkers denken, dat valt me mee. Maar het is echt vaak woensdag om 6 uur centje uit. Volgens mij vroeg je net, zou jij je mond houden? Maar dat gaat... En rond 8 uur zijn alle problemen binnengedruppeld. 8 uur? Voor 8 uur altijd. 6:30 begint met mij altijd de telefoon vol te lopen. Maar het punt is als volgt. Ik gaf jou voor jouw verjaardag Tamara cadeau en daar heb jij heerlijk van genoten. Nee, helemaal niet. Nee, je vond het vreselijk. Ik vond het vreselijk. Ja. Maar goed, kijk, je moet met wat. Met de kennis van nu. Achteraf gezien had ik weg moeten lopen. Maar ja, dat doe je dan toch ook niet. Want die meid, die komt hier ook niet voor apennootjes helemaal naartoe gestuurd. En die heeft zich ook verheugd met het idee, ik ga straks even bij Omi Jan op het neus zitten. Dus ja, dan zit je zit een beetje op de weegschaal, op de wipwap, op de vloepvloep. Je denkt, ja, ik wil weg, maar ook moet ik blijven. Want, en Dennis heeft ook, ondanks dat het cadeautje in het niveau VVV-bon is, jij hebt toch ook je best gedaan voor mijn verjaardag. Dus ja, toen bleef ik maar zitten. Nou ja, toen ging het dus mis. En toen dat heeft gedoe opgeleverd. Nee, ga je nou dan weer de bank doen of echt de waarheid vertellen? Nou ja, goed, de waarheid is dat het... Het is een complex drama geworden. Jan sliep in een hotel 3 nachten. Kijk, en het punt was... Dat je hebt dus, je hebt of dus, heb je daar op de bank gestaan? Je hebt de raket naar de maan. Hè? Ja. En voordat dat ding op de maan is, dan laat hij meerdere delen los. Dat is de driekrapsraket. Want mijn dochter was ook helemaal over de zeik. Ik heb altijd al gezeik met dat programma van je. En nu ga je met een of andere domme snol smerig liggen doen. En je kan natuurlijk heel verhaal houden van... is het nou ethisch verantwoord om een verjaardagskaars in je poes te stoppen... die ik daarna moest uitblazen. Aan de andere kant kan je ook denken, dit is kunst. Het is ook een soort kunst. Ja, maar de mensen willen horen wat er thuis gebeurde. Dat willen ze horen. Drama! Drama. Het is verdrietig. Ik kan niet zeggen dat ik vrijgezel ben. Ik kan wel zeggen dat ik ook niet echt direct een hele goede relatie over heb gehouden aan jouw cadeautje. Hoe is Akersloot, het hotel? Van de Valkie? Ja. Ontbijt is goed? Nee, ik mag ook niks. Ik ben, nee, jij mag inderdaad. Ik mag niks zeggen. Ik ben van tevoren gebeld en ik mag niks zeggen. En ik vind het een matig aftreksel van de waarheid. Nou, er is helemaal niks afgetrokken. Kun je niet nog 1 keer die imitatie doen dat zij schreeuwend huilde? Tamara, die schreeuwde helemaal niet. Nee. Wat? Jouw liefde. Oh ja, hoor. Waarom moet dat toch iedere keer dat ordinaire gedrag van jou? Heb je dan niet aan één vrouw genoeg? En is het nou allemaal nodig? En het enige wat jij wil is altijd aandacht. En ik zeg, ja, hallo... Ik heb mijn wijf toch niet uitgenodigd. Dat is een cadeautje van Dennis geweest. Ik zat er toch ook niet op te wachten. Heb je het gezien? Heb je het gezien? Want dan zie je dat ik tegen mijn zin in met die tieten en die kont op mijn kop zit. Zei ze, nee, ik kan het toch niet aanzien. Ik kan het niet aanzien, maar ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord van mijn vriendin. Het is heel erg. Je bent een schoft. Toen zei ik dus, nee, maar je wilt toch alles horen? Zei hij, loopt er niet altijd te zeiken, godverdomme. Ga mijn telefoon, dochter. Wat ben jij een ongelooflijke smerige paardenlul, zeg. Mijn vriendinnen zijn ook helemaal... Dus zo vies, meisje van mijn leeftijd, een beetje met aan de tieten te zitten. Zeg, een meisje van jouw leeftijd, Tamara, die is godverdomme 28 of zo, weet ik wel. Hoe oud is die snol? Zoiets. Mevrouw? Ik zeg, er is niks aan de hand. Nou, die kwaad, iedereen boos. Nou. Mijn moeder ook ontevreden, dat ik weer gehoord van... en mijn dochter en mijn vriendin. Dat ik weer, het is één drama. Maar je zoons waren trots.
Ja, die zijn best lekker wijf. Ja. Ave, volgende week ben ik nog wel, maar de week erop ben ik er niet. Dan maak ik een reisje. Dus dan moeten jullie een weekje zonder Omian doen. Ik moet redden wat er te redden valt. Ik ben een soort lening in het hart. En dat zeehondje is mijn relatie. Ja, maar het is wel soort typisch dat jij dan zeg maar de boel weer recht trekt. Met dan ga ik dan wel met jullie in de voorjaarsvakantie weg. Hoezo is dat typisch? Ja, ik weet niet. Ik vind het zo... Ik moet heel even voor mijn gezin kiezen. En wat me ook wel eens opvalt bij jouw vriendin, er is vaak geen probleem. Er is vaak een probleem als haar vriendinnen vinden dat er een probleem is. Ik ga er niet op in. Ik vind dat privé, dat gerommel in mijn privéleven onnodig. En ook niet nodig. Goed. Linoleum. Linoleum. I don't give the mind for the monkey business. Linoleum. Linoleum. Not alone. Oh, ik heb een... ingewikkelde dronk. Ja, je hebt een blije kick dat je weer het huis in mag. Dat je toch de boel lijkt op te lossen. Ga jij nou maar dat ik 3 dagen achter elkaar bij Van der Valk aangesloten zitten. Dan ben je ook al heel snel blij dat je gewoon weer op je eigen bankje mag. Ja. Godverdomme. Ja, maar ik zal maar even zeggen, want ik voel dat ik het hele uitzending met mijn meter. Ik ben een beetje verdrietig. Ik ben oprecht verdrietig. En waar jij dan wel eens mooi weer wil spelen of te verhaal, maar wil veranderen, dan hoef ik met minder mensen rekening te houden. Kijk, ik had natuurlijk altijd wel dames die ik zo her en der zag. Er werd over gegrapt en je werd met naam en toename. Wacht even, wat gebeurt er nu? Je gaat het over jezelf hebben even. Zou je het heel erg vinden als ik dan heel even mijn behoefte ga doen in de tussentijd? Nou ja, dan laat ik het zitten. Als je... Nee, ik ben nu wel benieuwd. Maar je bent weer verdrietig. Ja, ik ben wel. Is het uit? Nou, het was niet aan. Nou, wat ben je er verdrietig over? Ja, nou, ik had iemand ontmoet. En het overkomt mij zelden. Nee, ja. Maar ik was weer eens verliefd. En dat is vreselijk. Persoonlijk vind ik dat... Was je echt verliefd? Ja, dat is vreselijk. Dat overkomt mij nooit. Maar dat overkomt mij. Dat is echt iets wat jou... Het wat overkomde jou. Het is echt iets wat jou als mens overkomt. Als je eens een keer... En het overkomt en ja, het overkomde bent echt jou. Je bent ook de minst geschikte man om dit te bespreken. Ja, maar overkomde. Ik weet niet helemaal waar we terecht zijn gekomen. Zitten we in een of andere cafetaria? Nee. Wat poep gaat, kom je ook alweer. Ja, dat overkomde mij. Dat overkomde mij. Dat overkomde mij gewoon. Nou, je was verliefd. Op een meisje. Ja. En toen? Nou ja. En ik heb erg naar mijn best voor gedaan. En op een gegeven moment dan verlies je ook een beetje de controle over het leven. Want, ja, het wordt allemaal sentimenteel. Ik heb er gisteren ook gesprek over gehad met mijn buurman. Als je gaat... En toen heb ik gehuild. Niet? Ja, het is vreselijk. En dan moet ik dat dan nou. En toen zei hij, hoe ga je dat dan morgen doen? Ik zei, heb je echt gehuild? Ja. Nee, maar... Oké, vertel, wanneer maakt ze het uit? Nou ja, ik... Nee, maar nu vind ik het verhaal begint nu gestalte te krijgen. Maar jij bent gewoon niet de geschikte persoon om dat te vertellen. Ik ben toch heel benieuwd. Ik ben ook empathisch ingesteld. Vertel eens wat er gebeurd is. Gisteren belde ik jou terwijl ik met haar ging wandelen. Ja. Zij zei op de helft gewoon van de route, zei ze gewoon, ja, ik moet er wel wat vertellen. Ja. Het gaat niet wat worden tussen ons. Hoezo niet? Ja, ik durfde daar niet naar te vragen. Ik sloeg stil. Dus de enige vraag die je moet stellen op zo'n moment, hoezo niet? Ja, en dan? Om dan gekwetst te worden. Ja, maar... Ik trok het niet. Ik was echt... ontdaan of zo. Was echt verdrietig. En toen zei je niks? Ik was bang als ik ging praten dat ik moest huilen. Is dat echt? Ja, maar kijk, dit is toch geen verhaal om aan jou op te houden. En dus je hebt een half uur zwijgen teruggelopen. Had je ook je handen zo in je mouwen? Dat zijn mensen, joh, die moeten toch een kledder voor hun smoel verkopen. Terug, vrouwelijk. Zij ziet het ook weer en zo. En dat is allemaal niet wat. Ja, maar ze moet je toch niet, joh. Ze kan het uitzoeken. Stinkwijf. Zoek het uit. Schiet af. Beetje onze Danny Boys. Dat de hart van hem is al zoveel gekwetst in zijn leven. En dan stamp jij erom met je klompvoeten. Wie denk je dat je bent? Hoe heet ze? Die snol? Nee. Goed, en dan gaan we naar... hoe moet ik dit eigenlijk zeggen? We gaan naar een biefstukje. Ja, we gaan naar een biefstuk. We gaan naar een biefstukje? Ja, we gaan naar een biefstukje. Lekker? Ja, we gaan naar een biefstukje tegenwoordig. Ik vind biefstuk eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker. Sommige mensen zeggen biefstuk heerlijk. Ik vind biefstuk eigenlijk niet zo heel erg lekker. Nee, ik ben een echt biefstuk mannetje. Jij bent een biefstuk mannetje? Ja. Ik vind vaak dat je denkt, ja,
zit ik een homp vlees weg te kauwen. Ik had laatst een kogelbiefstukje. Er zat een zeen in. God, voor mijn anderhalf uur zit de kraal op de kring. Ja. En voor mij, weet je wat ik lekker vind? Een gehaktbal. Maar ik ben ook gewoon heel gewoon gebleven. Ja. Je bent een hele gewone man. Zo is het. We gaan een biefstukje. Wat tegenwoordig doet Baudet iedere keer met een BR een biefstukje bakken. Ja, want... Cherry. Ja. Ik heb dat gezien. Ja. We gaan heel even kijken naar het beeld. Want deze week was het de tijd voor zijn vriend Andy van der Meijden om met Cherry een biefstukje te bakken. Zeker. Ja, gaan we even naar kijken. We gaan even een kilo entrecote klaarmaken. Gras gevoerd. Wat zout erop. Here we go. Mooi geluid. Hij is klaar. Zo. Perfect. En die gaat even kiezen, zeker. Ja. Oh, echt hoor. Echt heerlijk. Gras gevoerd. Dat is geen mailbox meer. Ja, en jij leefde hier op de commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, ça va. Kom. Want Jan Roos reageerde daarop op Twitter. Ja. De laatste keer dat ik een stuk vlees zo heb mishandeld zien worden... was bij de gangbang 28, jaargang 2006. Ah, dan kom op even. Entreco. Gras gevoerd. Ja, wat denk je dan? Dat koeien tegenwoordig geen stroopwafels vreten of zo. Een stom gelul is dat. Entreco. Gras gevoerd. Oh, meen je dat? Ik ben in bezit van 5 zwemdiploma's. Hoeveel zwemdiploma's heb jij? Niet één? Nee. Je hebt niet eens een zwemdiploma. Heb je misschien wel een fetenstrikdiploma? Dat heb je ook niet. Die heb ik wel. Dennis is wel gediplomeerd. Ik kon niet door het gat zwemmen. Je kon niet door het gat zwemmen? Ik kon niet door het gat. Dat heeft waarschijnlijk ook met je moeder te maken. Ja, wat betreft. Maar ik kwam niet door het gat, nee. Echt niet? Nee, ik kwam niet door het gat. Maar we hadden het over een biefstuk. Ben je toch een gemankeerd mannetje? Ja. We hadden een biefstuk. Nee, ik was met mezelf even bezig. En ik ben grillmeister. En dat betekent dat je gekwalificeerd barbecuer bent. Want dat ben ik namelijk. Ik hou van barbecue. Ik barbecue heel graag. Ik hou van een stukje vlees. Haha, dat kunnen we wel zien aan je, Jan. Dat klopt. Wat hier gebeurt met deze grasgevoerde koeien, Andreco, is vleesmishandeling. Dennis. Ja, hallo Thierry, met Dennis. En naast mij zit Jan. Ja. Hey, Jan. Thierry. Ik heb een aantal vragen over je vlees. Nou, dat begint goed. Wil je eerst even chit-chat? Hallo, hoe is het met je? Nee. Cherry? Cherry? Nou ja, ik heb daar wel iets grijs over. Jan, ik heb echt een vraag. Wist jij dat Jan ruzie heeft met zijn vrouw? Wacht, jullie hebben bijna hetzelfde accent. Wie spreekt er nu? Nou, dat is echt een schandaal. Haha, nee, maar echt niet. Met Dennis, wist je dat Jan ruzie heeft met zijn vrouw? Oh. Misschien heb jij advies in de liefde. Hij heeft zich vergrepen aan een dame van lichte zeden. En zijn vriendin is nu boos. Heb jij misschien liefdesadvies? Chipchatten. Waarom is hij eigenlijk boos dan? Nou ja, Jan was vorige week jarig. En toen had ik een vrouw uitgenodigd die zich dan uitkleedde hier in de studio. En toen heeft hij aan haar gezeten, zijn gezicht in haar geslachtsdeel gedrukt. Ja, maar dat is toch geen reden om boos te worden? Ja, nee. Ja. Jouw vriendin, zou daar niet kwaad over worden? Nee, dat lijkt mij niet. Nee. Kijk, dat is een man met wie ik praten kan. Thierry, ik ben weer helemaal je vriend. Want dat vind ik nou ook. Wat een onzin is niet. En mijn vriendin moet niet zo zaniken dat ik af en toe mijn neus in een andere snede hou. Ik onderhoud het kring toch ook nog? Dat laatste hoorde ik niet. Nou, dat ik er ook nog onderhoud. Ja, nou, ja, en... precies. Nee, dus dit is door elkaar. Wees blij dat jij gewoon een gezonde appetijt hebt, Jan. Zo is het. Een gezonde appetijt. Liefst met een ordinaire meid. Andere vraag. Shari, jij slaat op een gegeven moment keihard op dat stuk entrecot. En dan roep je gras gevoerd. Wat denk jij dat de koeien over het algemeen eten dan? Gras. Oké.
Nee, prima. Nee, ik dacht dat het niet speciaals was, maar nee, oké. Okay. De beest is lekker gras gevoerd en dat heeft een lekker mals vleesje. En dan straal jij dat op een keiharde barbecue met 600 graden. Dus, dan heb je alleen nog maar roet. Ja, wel lekker krokant. Jezus, wat een crematie. Nee. De belichting van de camera was niet helemaal. Oh, dat was het. Ja, die... Het was oprecht een onwijs lekker ja. Stukje. Nee, het lag aan de camera, zeker. Dat had je ook bij de maanlanding. Dat was ook, dat zag je, dat het net niet klopte vanwege de belichting. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, heer toppie. Jezus, Kennis. Jenny, ik ben eventjes, want ik zit nou even te denken. Stel nou dat ik jouw spindokter was. Dan zie ik nu twee punten waar jouw partij vreselijk door gaan groeien. Dat is dus twee standpunten. Eet vlees. En standpunt twee is eet poes. En tussen haakjes zonder gedoe met jou van je eigen wijf. Dat is toch geweldig? Daar komen mensen op af. Mijn stem heb je. Nou, dat laatste hoorde ik niet dan. Wat zei je? Nou, mijn stem heb je. Dankjewel! Ja, dat is. Ja, twee standpunten. Eet vlees, eet poes. Nou, top. Daar ben ik klaar voor. En dat je vrouw niet moet zaniken, want je onderhoudt er. Nou, dat is toch top. Ja hoor, helemaal goed. Nou, dankjewel. En ik zou zeggen, probeer en dat vlees van ons. Ja. Ik wil het je graag nogmaals gratis geven. Oh, dan gaat hier een belletje. Want het is echt. Als je dus het vergelijkt met hoe het smaakt als je het bij de supermarkt. Ja. Het is zo ontzettend veel lekker dat je wil nooit meer terug. Ja, dat heb je dus ook vaak met de vrouw van Lichte Zeden. Thuis prima. Maar deze vrouwen zijn vaak gras gevoerd en die smaken dan net te veel lekkerder. Is wel zo. Nou, Thierry, bedankt de groeten. Hoi. Fijne avond. Doeg. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ik denk dat ik die beste man maar hier uitnodig als jij op wintersport bent. Ja, dat is hartstikke goed voor onze kijkcijfers. En dan een vraag van mij aan u. Ja, het was een zware week voor ons. Althans, jij bent eruit geklommen. In de zin van dat jij je meisje weer terug hebt. Ja, ik heb de boel allemaal overleefd. Kijk, jij hebt geprobeerd dingen kapot te maken. Is bij mij niet gelukt. Wel bij jezelf, want ja, toch een relatiespaak gelopen door jou toedoen. Ja, God straf direct. Zal een bekende van mij hebben gezegd. En, nou ja, goed. Ik vind het heel, heel erg voor je. Ja. Wel een lekker nieuw hoofdstukje in je boek. Nee. Mijn grote liefde. Nee. Hoe heet je ook alweer? Nee, dat redt het boek. Redt het boek niet meer. Ik noem die naam niet. Hm. Hoe heet jouw liefde ook alweer? Ja, dat bedoel ik. Je weet bij dat aflevert, hè? Ja, daar ben ik toch nog mee. Maar goed, dat leveren we dus allemaal in voor dit programma. Want dit programma kost... We hopen dat u kan lachen, maar het kost... Ja. Ons ook vaak. Ik ben niet meer welkom op familie kerstdiners door dit programma. Nou ja, die hadden jullie al niet. Ik word nagers roepen, wel eens. Viezerik. Ja. Ja, nou ja, ik heb vannacht er bijna niet van geslapen. Maar goed, we zitten hier wel voor u. En volgende week hoop ik dat ik hier wat vrolijker in de chique zit. Maar... Ook deze week de extra. Ja. Die sturen we naar de donateurs. En dat is hetgeen wat deze uitzending om meerdere redenen niet heeft gered. Zo is het. Dat kijk, kunnen we wegdoen. Maar dat sturen we naar u. Ja. En Jan, hoe kan dat tot de mensen komen? Kijk, dat kunnen we natuurlijk weggooien. Alles wat we overhouden, dan kan het zo de prullenbak in. Want het is natuurlijk waardeloze ellende. Maar dat vinden we onnodig. Want u maakt dit programma mogelijk. 5 eurotjes de maand. Zodat we dit kunnen maken. Dat Dennis hier kan zitten met zijn vrolijke toetje. Oké. Ik zal er niet meer over hebben. Frogman. Maar 5 eurotjes de maand, kunnen wij dit maken. Nou, dat is toch helemaal geen geld. En omdat we toch een geste terug willen doen. Dan krijgen jullie wat over hebben. Op donderdag 6 uur hoepervloepjes op de stoep in je doosje geworpen. Hoe leuk is dat? Heel leuk. Dus word donateur als je nog niet bent en laat ons leven. Houd ons het leven, want het leven kan ook heel veel geven. Oké, en dan gaan we toch eigenlijk zelfs het AD berichten erop. ik zag het in de Telegraaf. Volgens mij kopte de NOS er ook mee. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil even een complimentje geven aan de mainstream media. Je hoort mij, Danny Boy, je hoort mij toch vaak zeiken over de mainstream media. Maar ik wil jullie, lieve mensen van de mainstream media,
Ik ben blij dat jullie dit verhaal... Nou, eigenlijk ben ik niet blij dat jullie dit verhaal hebben opgepakt. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken dat jullie het vorige verhaal niet hebben opgepakt. Namelijk van die Ajax voetballer die iemand had doodgereden. Maar daar hebben we niet meer zo heel veel van gehoord. Nee, dezelfde bron heeft Dennis opgebeld. Hi Dennis, ik heb weer een Ajax nieuwtje. Sommige mensen zouden zeggen... Ja, vorige keer zei je dat er een Ajax speler iemand had doodgereden. Bleek niet zo te zijn. Ik trek een beetje jou als bron in twijfel. Nee, maar jij bent een goedgelovig mens. En je hebt natuurlijk ook verdriet van je relatiebreuk. En dus zei je, nou vertel wat is aan de hand. En toen zei hij, het is uit tussen Jade Anna en Kenneth Taylor. En dus nu heeft de hele mainstream media verteld dat het niet uit is. Zitten wij hier mooi voor lul. Ja, nou ja, ik moet heel even terug op vorige week. Vorige week inderdaad. Ik vertelde dat Jade Anna en Kenneth Taylor uit elkaar zijn. Kenneth zou haar hebben gedumpt. En toen dacht Jade, ik moet direct met een reactie komen. Hij zei, schijnt, dat hij was, hij lag opper op Jade Anna. En toen zei hij, ja, ik ken het niet meer. Ik ken het niet meer. En toen is hij naar huis gegaan. Ik ken het niet. Snap je, ik ken het? Nee, dat is toch een verschrikkelijke grap. Oh ja. Dat is echt een grapje niveau... Nee, ik vond het wel leuk. Niveau nul. Kijk, die relatie... Ik heb daar een voorschotje op genomen. Oh. Maar hoe vaak zie je hem over haar berichten? Nooit. Ja, nee, nooit. Waarom zou ik ga nu niet zeggen, maar ik ga wel zeggen... die zijn snel van elkaar af. Echt, eerlijk waar. Ja, nee, ja, maar dat vorige week kwam dan misschien te vroeg. Maar die zijn snel van elkaar af. Die mensen hebben... in alle kranten stonden... ja, Anna en Kenneth Taylor hebben nog steeds een relatie. Omdat zij dat zegt, ja. Ja, maar... En dat is op dit moment ook zo... Maar wij hebben vorige week nog verteld dat zij hij uit elkaar waren. Hij is twijfelachtig en zij heeft hem nodig om weer even op een hoger podium te komen. Jade Anna was deze week vol in de aandacht. En Jade Anna maakte direct na onze uitzending een vlogje. Leuk. Ja, komt-ie. Ik was me aan het klaarmaken en ik kreeg een berichtje binnen. Ik kreeg laatst ook een filmpje van iemand die zich aan het klaarmaken was. Maar dat zag er toch heel anders uit dan dit. Je snapt het niet. Nee. Prachtig. Nee. Wie is er aan het klaarmaken dan? Wie was er aan het klaarmaken? Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, zeg maar. Een filmpje dat iemand zich aan het klaarmaken was. Ja. Nee? Nee. Dat kwartje valt niet in een potje? Nee. Maar geef jij het? Nee, moet hij het snap? Iemand die op zijn deurbril of jou aan het drukken was. Wat zit het over? Voor wie kreeg je dat filmpje dan? Een Grietje die zichzelf aan het klaarmaken was. Ja. Oh, het is gewoon weer een flauwe grap. Jij kreeg een filmpje van iemand die zich aan het klaarmaken was. Maar niet op zijn hoofd, maar daaronder. Man, wat een comedy. Of over mijn relatie die uit zou zijn, echt. Ik sta er weer van te kijken. Ik dacht, laat ik dit keer mijn relatie gewoon een beetje privé houden. Want ik merk dat dat openbare liefdesleven toch niet helemaal wat voor mij is. Maar dat, ja. Dus hier even een update vanuit mij. Naar alle vrienden, familie. I'm all good. Actually living my best life. And I know him. Het is wel prettig dat zij geeft een update aan haar vrienden en familie. Via de sociale media. Ja, ja. Tijdens dat opmaken, ja. Dat is dus het klaarmaakvideo. Ja. Vind ik mijn soort klaarmaakvideo's leuker. Want ik vind het vrij irritant. Waar moeten we dan kijken hoe dat vervelende wicht zich zit op te maken? Ja, vrouwen vinden het onderling mooi. Oh, vind ik heel vervelend. En dan zegt zij, beste vrienden en familie. Hier een bericht van Jade Anna. Het gaat helemaal toppie. I live the life that is the best life I could live. Maar het raar is natuurlijk dat ze zegt... Ja, ik wil helemaal niet een liefdesleven in de openbaarheid met deze man. En dat ze dan de hele tijd wel foto's van elkaar posten. Dat is wel gek. Nou, zij alleen van hem. Ja, zij alleen van hem. Nou ja, oké. Okay. En binnenkort snapt u waarom. Ja, want dan is het klaar. Ja. Ja. Ajax PSV, omdat Ken natuurlijk moet spelen. En als hij thuis speelt, kom ik altijd supporten. Ze spelen om 8 uur. Kijk, dit is gewoon echt een ontzettend nare vrouw. Kijk. Ze zegt net, ik wil mijn relatie privé houden. Ja. En nu, ja, ik ga natuurlijk naar Kenneth. Want als hij thuis speelt, ben ik hem altijd aan het supporten. Ja.
Wat een aandachtshoer. Zij is echt het handtasje van die Kenneth. Ja. Terwijl die Kenneth denkt van ja, dat lijkt me overigens ook gewoon geen bijster intelligent gozer, die Kenneth. Nou, weet ik niet. Hij is voetballer. Ja. Niet ook een bijster goede voetballer. Nee, ja. Maar... Dat is eigenlijk misschien wel... Eigenlijk is de hele treurnis van deze relatie... is dat zij een bijzonder oninteressant wicht is... en hij een middenmotorige voetballer. Die man heeft ook helemaal niks bij Ajax te zoeken. Als die gozer bij Heerenveen zou voetballen, begrijp ik het eerder. Ja. Maar dat zal zij er niet bij zijn, denk ik. Nee, dat zal zij er niet bij zijn, want zij wel voor het allerhoogste. En ik vind dat Kenneth, moet hij dit nou wel willen? En ik heb dus een soort van tik dat ik altijd naar een Ajax-wedstrijd rood aan wil. Omdat ik het gevoel heb alsof dat geluk geeft. Nou, ja. Oh, het rood. Altijd naar Ajax in het rood. Want? Want dat geeft geluk. Ja, ik draag altijd rood, want dat brengt geluk. 3 wedstrijden is ze geweest. Nou, ze heeft de afgelopen zaterdag niet echt veel geluk gebracht. Het was niet een matig gluren, die pot. Nou ja, het viel bij voor Ajax begrippen mee, toch? Wel, nee, maar als je in het stadion had gezeten, was het verschrikkelijk. Maar Ajax heeft 10 minuten goed gevoetbald. Maar dat Ajax niet heeft verloren, komt omdat zij het rood was. Ja. Ja, dat is toch fijn? Maar wat bezielt zo'n kind om dan... Na 3 wedstrijden dat je daar mag zitten als spelersvrouw... Nee, spelersvrouw, spelersmeisje... Om dan te roepen, ja, ik doe altijd rood aan, want dat werkt. Rood is niet de Ajax-kleur. Dat is wit-rood, maar rood is een bijkleur. En ik durf zeg maar niet een keer het niet meer te doen. Dan ben je gek. Ik weet niet. Ik moet het gewoon nu voor altijd blijven doen. Zo. Knettergek. Ik zet er een stempel op. Knettergek. Knettergek. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het idee voor elkaar dat je als nietszeggend mutsje uit Heemskerk met een rode trui succes gaat brengen? En dat we dan extra geluk hebben bij Ajax. Wat is dat verschrikkelijk kind? Knettergek. Godverdik, ik word er dan kwaad van ook. Gewoon een soort bijgeloof. Ja, een soort bijgeloof. Dus al is het een rode sok? Het is niet een soort bijgeloof. Het is een bijgeloof. Jij denkt werkelijk, ik doe iets roods aan. En dan doe ik de rest van mijn leven doe ik rood aan. Als ik naar die wedstrijden ga, terwijl je over 2 weken wordt gedumpt door Kenneth. Want die zit hier ook naar te kijken en denkt, wie is dat gekke wijf? En dan doe je iets roods aan. En dat is dan bijgeloof. Niet een soort bijgeloof. Het is bijgeloof. Godverdik. Of een rode pet. Een rode maar pet. Maar het kan ook juist een hele rode trui. Ah, maar dit slaat toch heel goed door. Of je zit in je periode, je hebt een enorme rode kut. Ja. Wat is dit nou voor... Ik word hier echt niet goed van. Ik word hier kwaad van. Heb jij dat niet? Ja, dat nee, maar ook doen. Omdat dit... Dit gaat ook over mijn club. En dat zij dan in dat malle lege hoofdje haalt... dat zij op een of andere manier dat kan beïnvloeden. Terwijl... Ik ga de rest van mijn leven rood aandoen. Over 2 weken is het uit. Ah ja, moet er verder over zeggen. Nou, er zijn wel... Commands! Ah, leuk. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom. Ja, en daarop reageert grote Carlo. Ja, het is wel een beetje een reactie waar je van denkt, nou, die hebben we vaker gezien. Voor haar eigen bestwil zal ik haar wat respect, tucht en discipline willen bijbrengen. Raad al. Ja, dan gaan we weer on the wild doggy style. Ja, dan kan ze zien wat echt hard werken is. Man. Ja. Ja. Nou, dat is in ieder geval verschrikkelijk. En dan gaan we daar een tragisch verhaal toch even over mezelf. Ach, ja, jeetje, wat leuk. Ja, ik vroeg me al af wanneer je nou eens iets over jezelf zou vertellen. Dat heb je tot nu toe nog niet gedaan. Nou, doe ik vandaag ook. Woensdag, dan is dat de kop eraf, veel stress. En dan drink ik tegenwoordig flesjes wijn. Flesjes wijn? Ja, flesjes wijn. Meerdere? Aan woensdag wel. 2 flesjes wijn? 2 flesjes wijn. Grote flessen? Ja, nou, gewoon. Sauvignon drink. Maar ja, goed, ik was daar dus. En ik, waar was je? Bij de Albert Heijn, ik zelf in Enschede. Wat leuk. Ja. En dan kocht ik dus een paar flesjes wijn. Hoeveel? 2. En toen stond ik bij die kassa. Ja. En toen zei ze op een gegeven moment, vroeg ze een HDID. Nou ja, dat is niet zo gek. Dat wordt vaak bij jouw vriendinnetjes gevraagd. En toen wou ze ook van mij de ID zien. Ja, ID-kaart wou ze dus van mij zien. Ik had die niet bij mij. Ik had gewoon mijn ID-kaart niet bij mij. Ik had ook een trainingspak aan. En gewoon lekker makkelijk af en toe. Hè. Nou ja, en toen zei ze, nou, dan hebt u pech. En toen werd zo die flesjes bij me. Ik vond dat toch zo vreselijk. Want na je 25e hoef je ID-kaart niet meer te laten zien. Bij de supermarkt voor een flesje drank. Ik heb een vraag aan jou. Ja. Die mevrouw.
stond hij achter de balie? Of bij de kassa? Gewoon bij de kassa. En had die mevrouw een witte stok met rode streepjes vast... en een vastgelijnde herders in, hond in de hand? Nee. Oké, had die mevrouw dan misschien vlechtjes in haar? Een zwarte zonnebril? En was die zo piano aan het spelen? I just called to say I love you. Was de wijf blind dan of zo? Je ziet toch aan die geitenkop van jou dat je oud bent? Hoezo denk ze dat je 16 bent? Ja, nou ja, ik vond het ook vreselijk. Ik vond ook... Doe je toch alleen eventjes die luifel omhoog? Zeg je, een jongen van 16 heeft dit toch niet? Nou ja, ik heb ook... Het is vaak dat ik word geschat als een jaar of 22 en zo. Maar ja, goed, dat is het... Ja, dat is vaak, maar dat is het effect van uiterlijke verzorging... en gewoon wat aan jezelf doen en een beetje... Nou, wat dat betreft heb ik het goed. Geweldig. Ja, maar toen was het zo. Toen zegt ze, ja, dan houd het op. En ze zet ook direct die fles aan. En die zet het zo achter zich. Ja, en toen keek ze me aan. Ja. Ja, toen ik zeg, nou, ik zeg, dit is belachelijk. Ik zeg, ik ben 28. Ik wil die fles. Het was ook rond Zuidingstijd. Ja. Nou ja, en dan zeg ik, ja, maar dat houdt hier op. Ik zeg, dit vind ik echt belachelijk. Nee, maar toen trok die mij aan arm waarmee ik was. Die zei van, nee hoor, dat kan gebeuren. Ik zeg, dat kan helemaal niet gebeuren. Oh, en toen... Heeft je besloten bij je weggaan dat je agressief niet. Bent? Nee, dat is niet zo gebeurd. Of dat je een alcoholprobleem hebt, dat je zo graag die wijn wilde? Nee. Is daar een scheur ontstaan? Nee. Heb je uiteindelijk die wijn meegekregen? Nee. Ik ben ergens een kleine jongen weggestuurd. Verschrikkelijk. Ik heb er achteraf ook spijt van gehad, maar met de kennis van nu waar ik met haar sta, had ik daar echt graag veel bombardie gedaan. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar jij dacht, dat kan ik niet maken, want die meid is zo leuk. En niet weten dat ze de dag later je een schop onder je kloten gaf. Verschrikkelijk verhaal. Nou, lullig hoor. Jij ziet een target. Een wat? Een target. En jij denkt, nou interessant, en je bent vrij. Hoe doe je dat dan? Ben je erg benieuwd naar? Dan ga je een gesprekje aanknopen. Ja, dat weet ik, maar je hebt er wel een vaste stramien. Nee, natuurlijk niet. Oh, met openingszin bedoel je? Ja, of zoiets. Ja. Oh, dat is leuk, hè? Dat ik dan met mijn hand zo in haar glas... Zo, en dan pak ik een ijsklontje en dan gooi ik op de grond en zeg ik zo... Nu is het ijs gebroken. Ja. Een beetje zo. Ja? Nee, natuurlijk niet, man. Je hebt dat nooit gedaan. En weet je wat het is? Ik kan met mijn humor en intelligentie vrijwel alle vrouwen om het vingertje winkelen. Ja? Ja. Oh, nee. Heb ik niet jouw looks voor nodig? Nee? Nou, ik zeg dus heel vaak, want die werkt altijd. Hij komt niet raar over als ik in de stad ben. Ik vind het eng om een vrouw aan te spreken. Oké. Dat vind ik op zich echt spannend. Ja. Dus, maar ik kijk eerst heel lang een vrouw aan. Ja, heel lang. Voordat ze de politie wil bellen, zeg jij. Want als iemand met jouw soort ogen mij heel lang zou aankijken, bel ik de politie. Zo. Die ogen alle kant op. Chameleon! Chameleon! Zit er iemand met een kogelvrije kuif, met van die ogen die te ver uit elkaar staan, die heen en weer gaat, die zit er zo... aan te kijken. Wat verdomme. Met die mijm. Dat is echt alsof er een soort hagedis klaar staat voor de aanval. Nou, ik had er was gaan rennen. Ik had de politie gebeld. Die meid. Er staat hier een freak. Er staat hier een voorkomen freak. Steeds maar aan te glauwen. Nee. Met een koolvrije kuif op zijn kanus. Nee, nu sla je door. Nu wil je leuk doen. Maar dat is natuurlijk allemaal niet leuk. Jij nee, maar het is vreselijk. Jij zet mij echt neer als een soort van blind paard. Ja, nee, maar dat is... Nee, maar... Ook je toontje nee, maar ik wil dat... Nee, maar dat mijn ogen heel af en toe is hebben weg... Hé! Hey! Nee, maar dat mijn ogen heel af en toe is wegtrekken... omdat ik vroeger een lui oog had. Daar ben ik overigens aan geopereerd. Ja. En ik heb daarna mijn ogen... Ik heb er alles aan gedaan. Ja, en jij doet net alsof ik structureel scheel kijk. Je kan niet scheel, je kan gewoon zo. Nee, het maar is gewoon is je ogen. Structureel als jij, dat is als jij, niet structureel als zo. Als jij een lasertje zou hebben... zeg maar op je pupil... Dan gingen die lasertjes zo. Wip. Ja, kijk, dat is als een kikker. Nee. Dat is niet erg. Dat is... Dennis de Kikker. Wanneer is jou dat ooit opgevallen, overigens? Elke keer als ik in jouw ogen kijk... Ik heb ook wel eens, jij maakt mij onzeker om mensen aan te kijken, wist je dat? Ja, dat begrijp ik. Maar jij maakt die mensen ook onzeker, want ze weten niet in welk oog ze moeten terugkijken. Ik ken iemand met een glazen oog, dan zit je ook zo in je kijken. Maar jij maakt, oh, dat is hem, die doet het. Maar laatst was dus dat meisje, waarmee ik dus deed, dat nu dus klaar is. Ja. Die zegt op een gegeven moment, die zei tegen mij ook van de week, zegt, kijk mij eens aan, zegt ze. Dus op een gegeven moment zegt ze, kijk
kijk me eens aan. En dan denk ik, oh nee, nee, nee. Door en, jou, door jou ben ik denk, oh nee, nee. Concentreren, concentreren, concentreren. Ja. En dan weet ik. En dan weet ik dat het is. Dus ik kijk haar zo aan. En dan kijk ik toch naar, beneden. Dus ik kijk haar weer aan. Ik denk, ja, nee, nou, nu gaat het komen, ja, zegt ze. En ik zeg, wat is er nou aan de hand? Ja, niks. Ja, niks. Wil ze niet zeggen. Nee. Nee, toen brak er iets inderdaad. Toen dacht ik, daar ga niet met die kikker. Die dump ik binnenkort in het bos. Ben je wel grappig? Ken je dat verhaal, het sprookje van dat de kikker een prins werd? Maar ja, het is precies andersom. Ze denken prins te hebben, kijken ze in je ogen en denken ze, kut toch een kikker? Jullie hebben belachelijk veel lol. Maar dit is voor mij heel erg een grote onzekerheid. Ja, dat kan, hè. Dat kan. Ik had tot groep 8 een plakker om mijn. Wat erg. Ja, dat is echt wel erg. Ah. Dan gaan we naar Femke Louise. Ah, leuk, ja, Femke. Ja. Femke Louise doet natuurlijk mee aan echte meiden in de jungle. Ja, 100%. Femke Louise, die heeft een conflict gehad in het bos met... En normaal zou ik de naam uitzoeken. Maar goed, laat maar nu gewoon doen. De zwarte vrouw. Komt-ie. Wat? Ja, ik weet niet hoe ze heet. Ga lekker in je slachtofferrolletje zitten, Daphne. Ga dat lekker doen. Ga in je slachtofferrol. Vriendin, begin niet te praten over taal als slachtofferrol. Ik weet niet tegen wie de fok jij hebt. Ik weet niet tegen wie de fok jij hebt. Ik heb de hele tijd een fucking bed gehad. Je weet het donders goed. En dat is de reden waarom je niet op gaat praten, jongen. Dat is de reden. Oh my god, ik wil naar huis. Was die? Oh my god, ik wil naar huis. Camera bewust. Ik kan heel slecht tegen schreeuwende mensen. Maar als ik nog ergens helemaal uit kan, zijn ze twee schreeuwende wijven. Hmm. Oh, wat was dit vervelend om mee te maken. Ja. En wie is die? Soe. Soe. Zwarte meid. Volgens mij is ze Daphne. Maar moeten we die verkennen? Ja, dat ken ik. En zijn toch bekende mensen in de jungle? Ja, ja, ja. Is deze gewoon aankomen lopen? Is dat een inboorling? Ja. Die komen gewoon in het spel aanlopen. Hallo, mag ik ook meedoen? Ik hoop een spelletje spelen. Mag ik een spelletje spelen? Je hebt me genakt. Ja. Ja, dat kan toch? Is dat een bosjesman? Vrouw. Een bosjesvrouw, man. Maar goed, er was omtrent Femke Louise nog meer. Want Femke Louise heeft natuurlijk ook haar podcast Toetes en Bellen. Toetes en Bellen. Met Vonneke Bonneke. Ja, met Vonneke Bonneke. Is die er al uit? Nee, die zit nog in de podcast. Nee, ik bedoel, bij die echte meisjes in de jungle. Ik kijk er niet naar. Ik kan niet tegen domme vrouwen. Ik vind sowieso een vrouw wel... Ja, jij, dat is wel waar. Jij houdt alleen van hele slimme vrouwen. Nee, tot nu toe heb je die nog nooit ontmoet. Nee. Maar goed, het gaat erover Femke Louise. Verslikt zich in de podcast. En, echt? Ja, er komt wat onrust over. Wat mij net is verslikt in een slokje koffie. Je weet toch wanneer iets in het verkeerde keelgat gaat? Ja, maar dat vind ik dus zo'n domme uitspraak, want je hebt toch maar één keelgat? Ja? Je hebt toch één keelgat? Of heb je er meerdere? Ja, ik weet niet. Ik zeg altijd verkeerde keelgat, maar toch ging ik een keertje denken van... Je hebt toch maar één keel gehad. Ik ga even googlen. Ja. Ja, ja. Dit is serieus ook, hè? Ja. Ze meent het, ja. Hoeveel keelgaten heb je dan, Dennis? Ja, eentje. Eentje. Echt? Ja! Dus als jij je verslikt, dan komt dat omdat er iets in een gat komt waar maar één gat is. Dan hebben we wel meerdere keelgaten dan. Nee, maar in het verkeerde keelgat heeft het ermee te maken dat er een bepaalde opening in de luchtpijp, in het keelgat zit. Ja. Dus hierin heb je dus eentje voor de zuurstof en eentje voor de voedsel. Dus er zijn er wel meer. Ja, want anders zou je namelijk bijvoorbeeld een appeltje eten en dan kankerstraalt het er zo je long in. Dat lijkt me een beetje onhandig. Hè?
of dat je zuurstof moet halen. Dat je dan zuurstof haalt en op een gegeven moment dan je hele maaginhoud zo naar buiten komt. Oh, dat wist ik oprecht niet. Nee? Nee, dat wist ik oprecht niet. Je kan zo bij die andere twee debielen op de bak zitten. Denk je dat echt niet? Ja. Nee, ja. Net heb je gezegd, ik ben heel veel domme vrouwen. Dan ga je iets uitzenden, twee allerdomste wijven van de wereld... die het meest domme gesprek hebben ooit. En dan vind je precies hetzelfde wat zij vinden. Ja, ik weet het niet meer, kikker. Hey, Mr. Frogman. Wat gaan we... Mijn moeder... Ik heb een hekel aan domme vrouwen, zegt hij. Oh, heerlijk. Ja, het geeft me aan de ene kant hoofdpijn, dat gegier om je dat, hè. Maar ik vind het wel, ja, prachtig. Nou ja, afwe. Volgende onderwerp. Wat een rampje, ik zeg. Oh. Dan gaan we nu naar de boodschappen. De reclame en de mensen die zorgen dat wij dit programma kunnen maken. Wil ze nou ook bij ons adverteren? Dennis@roddelpraat.nl. Ja, ik blijf roepen, maar er komt toch veel ellende binnen. Ja, dan komen er dingen binnen die we niet kunnen doen. Maar dat maakt niet uit. De dingen die we wel kunnen doen, die gaan we nu doen in het... Reclameblokje. Ja, dan zijn we dit reclameblokje aangekomen. Ja, 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 ja. Leuk. Ja, 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 zijn ja, ja. We dan? Ik moet eigenlijk even zeggen, als het goed is, zijn ze wel op de Apple en op de Android de Roddelpraat app weer in de lucht. Oh, wat leuk. Ja, ja, als het goed is, is die weer. Als het goed is, is onze Roddelpraat app weer in de lucht. Nou, dat heeft veel gedoe op. Heel veel gedoe. Dus download hem. Die vooral en laat achter de artikelen een commands aan. Nee, en die stop met de commands. Die kunnen we dan weer nemen. Ik wil stoppen met commands. Ik wil daarmee ophouden. Ja? Nee, ja. Ja, ik wil daar mee ophouden. Nou ja, goed. En dan gaan we naar het afbouwcollectief.com. Ah. Het afbouwcollectief.com heeft acties. Die ziet u hierachter in een nieuwe video die ze hebben gemaakt. Ja, prachtig. Ja, mooi hè. Kijk, het afbouwcollectief kan echt werkelijk alles. Behalve bijvoorbeeld, ze kunnen afbouwen. En verbouwen, opbouwen, doorbouwen, aanbouwen, latex spuiten, maar stukken. Maar liefdes kunnen zij niet herstellen. Wat? Maar zij kunnen wel hun personeel voorstellen. En het is deze week aan Rusland. Begin je nou opeens met een gedicht? Ja, nou, daar kwam ze me op. Hier is Ruslan. Hij is jarig vandaag. Oh. Gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, Ruslan. Hij is 40 jaar geworden. Ah, van harte gefeliciteerd. Hij komt uit Oekraïne. Ja. Is aan het werk bij de afbouwcollectief.com. En jij mag wat meer over hem gaan vertellen. Ja, zijn vakgebieden zijn dus timmer, werkzaamheden, stukwerk en een goede allrounder. Laat maar zeggen. Rare manier. Ja. Ja. Oh, een goede allrounder, laat maar zeggen. Ja. Was dat een rare tekst? Ja, nee. Laat maar zeggen. Afé, er is hier natuurlijk wel iets aan de hand. Want zijn naam is Ruslan en hij komt uit Oekraïne. En dat is vreemd. Ik begrijp wel dat de beste man nu in Nederland hier aan het klussen is. Want stel nou dat hij bijvoorbeeld in de loopgraven zit daar in de oorlog met zijn AK-47. En zijn mede-Oekraïnse soldaten komen aanrennen en die zeggen, wie ben jij? En hij zegt, ik ben Rusland. Je Rusland, hè? Dat is toch ook wat? Dat is alsof je in Nederland in 1940 op een terrasje zit. Dan zeg je, hoe heet jij? Dan zeg je, ja, ik heet Nazi-Duitsland. Dat wordt toch een zootje? Dat kan toch niet? Hoe kan die man dan nog Rusland heten? Niet te geloven. Afé. Rusland heeft een moeilijke jeugd gehad. Ja? Dat heeft niet alleen mee te maken dat Rusland... Rusland heet. Maar die heeft in de jeugd-TBS gezeten in Kiev. Rusland had namelijk nogal een vreemde hobby. Die had... ken je het park? In Rusland? In Rusland? Nee, in Kiev. In Oekraïne. Oegorsky Park.
het Oegorski Park. En het Oegorski Park is bekend als Frikandellenbos. Het Frikandellenbos van Kiev. Daar zitten alle plaatselijke kaasboertjes op de knieën. En Rusland heeft daar in zijn jeugd veel doorgebracht. Niet als schandknaap, moet ik zeggen, want Rusland die is niet van de herenliefde. Maar Rusland vond het niet leuker om daar te ringen gooien. En wat deed hij dan? Hij had dan van die ringen van hout. Die maakte hij bij zijn opa in de schuur. En dan ging hij dan mee naar het park. Die stak hij in de hens. En dan ging hij, als er daar dan zo'n man stond, zeg maar, met een erectie, ging hij dan die brandende ringen proberen eromheen te gooien. Is nu twee keer gelukt. Twee keer een echt volledige afgebrande penis. Opgepakt. De rechter heeft Rusland naar jeugd-TBS gestuurd. Uiteindelijk vrijgelaten na 15 jaar. En nu zie je allrounder bij afbouwcollectief. Ja, en hij kan dus nu bij u de klusjes in huis komen. Nou ja. Ja, dus niks meer aan de hand. Je merkt er ook helemaal niks meer van. Nee. Ik zou je vertellen, hij is ook vrijgelaten. Hij is ongevaarlijk. Eén vraag van zijn baas. Als hij aan het werk is, ja, kom niet met een erectie binnen. Maar als dat te veel gevraagd is, dan denk ik, zoek het dan maar uit met je verbouwing. Nou, voor de rest, ja, een doodgoeie jongen. Ja. Ja, nou, bedankt voor het voorstelwerk. Dank je wel. En dan hebben we natuurlijk nog het warmtepompen. Hoppa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 p
Ja. Kijk, dat ja. is ook wel fijn dat onze mensen die nog wel bij ons adverteren meedenken. En video's. En op een gegeven moment denk ik van ja, leuk en aardig. Maar als we Dennis laten voorlezen, dan verkopen we echt niks. Zij zoeken. Maak een video. Nieuw personeel. Kijk eens aan, werk aan de winkel. Ja, zij zoeken mensen die cv-ketels en warmtepompen kunnen installeren. Mooi. En u kunt via de website direct solliciteren. Excuses. Zij zoeken direct nieuw personeel. Dus moet je iets kunnen? Volgens mij moet je wel een beetje handig zijn. Maar verder een beetje handig is handig. Ze kunnen je veel leren. Dus wil je werken voor warmtepompencollectief.nl? Ga dan naar de website warmtepompcollectief.nl. Ja, en zij verkopen dus natuurlijk hybride warmtepompen, volledig elektrische warmtepompen, maar ook nu cv-ketels. Hatsje, flatsje, flatsje, vlee. Hoe ja. mooi is dat? En heb je misschien nog een leuke aanbieding bij die cv-ketels, Dennis? Ja, een cv-ketel kunnen ze al bieden, inclusief installatie, voor €2.350. Dat is niet veel als je bekijkt dat je ook cv-ketels hebt voor €2.500. Dat is deze goedkoper. Goed, Jan, wat ga je nog wat bijzonders doen deze dagen? Hè? Ga je nog wat bijzonders doen? Ja, ik ga mij voorbereiden op mijn aanstaande tripje. Met mijn lieftallige volgende vriendin. Week ben je er nog. Volgende week ben ik er nog. En die week daarna een special guest. Special guest. Die ken ik zelf ook nog niet. Nee, maar ik denk... kijk, het fijne is, Dennis, dat jij altijd zegt... ik ben de show. Jij bent mijn sidekick. Ik ben de directeur. Het draait om mij. Nou, dat kunnen we dan zien. Ja. Of dat zo is. Nee, ja, dat, ik denk dat ik na dat programma nooit meer hoef te komen. Dat jij dan tegen mij zegt, Jan, jij bent eigenlijk gewoon overbodig. Ik denk dat ik een verhaal over liefde ga vertellen dan. Mooi. Ja, nou, daar zit iedereen op te wachten. Dames en heren, we zien u heel graag bij de extra. Ik ga met Buddy in bed liggen en nog een traantje laten. En voor de dame die mij zoveel verdriet heeft gedaan. Ja, wat ik kan eigenlijk... Toen ik het zei, dacht ik al, ik heb haar eigenlijk op dit moment niet zoveel te melden. Nou, ik wel. Ik vind het vervelend dat je Dennis haar hart hebt gebroken. Onnodig en ook niet nodig. Want anders was je wel bij haar weggegaan. We zien jullie graag bij de extra.